Morgen moet de noodopvang in Nijmegen echt leeg zijn. Maar het lukt het COA niet om voor iedereen een nieuw adres te vinden. Zo'n 1200 vluchtelingen verbleven de afgelopen maanden in de noodopvang in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg. Per 1 mei moeten zij weer weg zijn, want het kavel is eigenlijk bedoeld voor woningbouw, dat ook hard nodig is. Morgen is het dan zover, maar het lukt het COA niet om de laatste 200 bewoners over te plaatsen naar een andere locatie. Gemeente Nijmegen geeft hen nu bij hoge uitzondering 2 weken extra, maar dan moet ook echt iedereen weg zijn. Op dit moment verblijven er nog een ruime 700 vluchtelingen op het terrein van voormalig voetbalvereniging Hatert. Zo'n 500 daarvan hebben inmiddels een nieuw adres elders in het land gevonden. Die zoektocht naar nieuwe huisvesting leek in eerste instantie gesmeerd te verlopen, maar stagneerde plotseling. Voor de laatste 200 vluchtelingen is momenteel nog geen nieuw adres gevonden. Omdat de gemeente echt met de bouw wil beginnen, is er een oplossing gevonden. Die opvang zou eigenlijk op 1 november al stoppen. Nou, COBA heeft ons toen, de landelijke club die het regelt, heeft ons toen gevraagd, kan dat niet een paar maanden langer, want we hebben echt een tekort. Nou, wat gekeken, prima, 1 maart. En eigenlijk bleek al in de loop van februari dat ook 1 maart niet ging lukken. En dan hebben we gezegd, nou 1 mei, maar dan moet het ook echt gedaan zijn. Want het is een locatie waar we woningen willen gaan bouwen. En het is toch wel heel erg apart dat je omwille van woningnood andere woningnood niet gaat oplossen. Dat leg je niet meer uit. En bovendien, we hebben ook naar mensen beloofd, het stopt een keer. En 1 mei zou het moeten stoppen. Nou, wij hebben geconcludeerd als gemeentebestuur maximaal 200 mensen op dat grote terrein. Dan kunnen we wel al aan de slag gaan met de voorbereidende activiteiten. Je moet alles afbreken en dan vervolgens de grond gaan onderzoeken. Dat kan in 2 weken tijd, kun je dat wel goed combineren, omdat het nog maar een hele kleine groep van maximaal 200 mensen gaat. Ik ben blij met deze oplossing, want het moest ook echt niet langer duren. Aan de andere kant, even praktisch redenerend, als we met maximaal 200 mensen die nog even langer blijven en we lossen daarmee wat problemen op, dan moet je daar ook in mee gaan. Want dat betekent dat wij kunnen gaan bouwen, wij kunnen gaan starten met de voorbereidingen. Het levert niemand financiële schade verder op en hopelijk kunnen de vluchtelingen snel op een andere plaats gaan wonen. Na de meerdere uitgestelde afspraken was de gemeente niet blij met het nieuws dat de afspraak weer wat uitgesteld zou moeten worden. Ze zijn daarom ook tevreden met de huidige oplossing. Nou, we waren best boos. Een week of 3 geleden kreeg ik door vanuit de leiding van Winkelsteeg. Hè, want dat doen wij zelf als gemeente. Er zijn gemeentelijke mensen die daar in charge zijn. Die zeiden van, daar gaat hier niemand mee weg. Al de hele week niet. Nou, de tweede week ook niet. Toen zijn we uiteraard aan de bel gaan hangen van, dat kan niet. En dat is langzaam opgelopen. Zelfs zodanig dat we eind vorige week als college hebben gezegd, dan stoppen wij ook met nieuwe plannen. Bijvoorbeeld in Koudoek, in de Waalsprong, zijn we bezig met een nieuwe opvang van 400 mensen. En we hebben gezegd, die leggen we nu gewoon plat. Heeft wel geholpen, die druk. Want ik denk, de oplossing die we nu hebben, daar kunnen we allemaal goed mee uit de voeten. Vanaf vandaag komen de eerste asielzoekers binnen in de noodopvang aan de Scharenburg in Druten. Er ontstond recent nog ophef rondom de noodopvang bij omwonenden, die bang waren dat door de komst van de vluchtelingen hun privacy in het geding zou raken. Het COA en de gemeente hebben maatregelen genomen om de veiligheid en privacy van zowel vluchtelingen als omwonenden te garanderen. De gemeente zegt het logisch te vinden dat niet iedereen blij is met de komst van een noodopvang en de zorgen met betrekking tot veiligheid te begrijpen. Dit is ook de reden dat vanaf het moment dat de locatie van de noodopvang bekendgemaakt werd, de gemeente gelijk met de buurt en omwonenden in gesprek is gegaan. Uit deze gesprekken zijn een aantal voorkeuren naar voren gekomen die geleid hebben tot maatregelen om de veiligheid en privacy te kunnen garanderen. Dus we hebben extra verlichting geplaatst. Op verzoek van de buurt hebben we ervoor gezorgd dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals bijvoorbeeld het bikerteam. Die fietsen rond dagelijks van 9 tot 9 en waar nodig ook op andere tijdstippen om zo ook een oog in het zeil te houden voor de veiligheid. De noodopvang zal 100 asielzoekers huisvesten. Sommigen zullen al een status hebben, anderen nog niet. Deze asielzoekers zullen uit verschillende landen afkomstig zijn. Hierdoor is het een mooi samenstel van verschillende herkomstlanden. Sommige mensen met status zijn in afwachting van een woning. Dus die kunnen relatief snel wellicht weer uitstromen als er een woning beschikbaar is. Anderen zullen nog moeten wachten op de start van hun procedure. Ja, zoals bekend is dat tegenwoordig iets langer dan wenselijk of gebruikelijk. We verwachten een gemiddelde doorstroomtijd van 9 maanden.
Er is gekeken naar andere plekken, maar uiteindelijk is dit de plek die het is geworden. En het gebouw, en dat is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, we hebben ook zo ontworpen dat het een beetje een geborgen plek is en ook in overleg met de buurt en de omwonenden. De meningen over de komst van de noodopvang voor de asielzoekers liepen uiteen onder mensen in het centrum van Druten. Ik heb gewoon wat stukjes uit de krant gelezen, meer niet. Dus ik weet er ook niet het fijne van. Ja, ik vind die mensen moeten ook leven en een woning hebben, maar onze kinderen ook. Ik ben nog niet op de Scharenburg geweest, maar zoals ik hem weet van 5 jaar geleden was dat vrij. Er waren niet veel woningen daar. Tenminste, ik weet niet waar het centrum ergens terechtkomt. Dus ik zou zeggen, als het niet in de bebouwde kom zit meteen. Maar ze hebben wel een woning nodig. De noodopvang is, zoals de naam al prijsgeeft, tijdelijk. De locatie aan de Scharenburg stopt over 2 jaar. Uiteraard worden de mensen niet op straat gezet. We zijn als Nederland verplicht om opvang aan te bieden aan ieder. Dus als het hier stopt, dan draagt de COA de zorg voor dat ze op een andere plek weer opgevangen worden. De gemeente, het COA en de politie zullen dagelijks overleg hebben gedurende de 2 jaar dat de noodopvang zal bestaan. Om te kijken hoe staat het nou met de veiligheid. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat. In de regio Nijmegen is het aantal winkels vorig jaar duidelijk toegenomen. Dat is voor het eerst in lange tijd, want sinds 2014 daalt het aantal winkels in ons land vrijwel elk jaar. Volgens het CBS is er sinds vorig jaar echter sprake van een trendbreuk. Er zijn in Nederland ruim 83.000 winkels, ongeveer 1100 meer dan een jaar eerder. Nijmegen telde vorig jaar nog 740 winkels tegen 725 in het jaar daarvoor. Ook in de gemeente Mokum-Middelaar, Overbetuwe, Heumen en Druten kwamen in 2023 meer winkels. Daar waren stijgingpercentages van 3-4%. In de gemeente Druten is het vanaf 2 mei mogelijk om door middel van je DigiD de geboorteaangifte van een kind online te melden. De gemeente meldt dat er wel een paar voorwaarden aan zitten. Een van die voorwaarden is dat de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboortedag gedaan moet zijn. Volgens de burgemeester van de gemeente Druten, Sigrid Sengers, is de komst van een baby een feestelijke gebeurtenis. Dit is vaak een drukke tijd voor de nieuwe ouders, begrijpt de gemeente Druten. Om deze reden heeft de gemeente besloten dat het vanaf nu ook online kan, via de site van de gemeente. Fysiek aangifte doen op het gemeentehuis blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk. Op station Nijmegen zijn tijdelijke betonblokken, stalen buizen en gele bankjes geplaatst op perron 3 en 4. Deze maatregelen moeten zorgen voor extra stevigheid, zodat de perronkap op zijn plek blijft bij extreme weersomstandigheden. De tijdelijke maatregelen zijn op 10 plekken op perron geplaatst. Om te voorkomen dat de perronkap bij extreem weer, windkracht 9 of hoger, vervormt en beschadigt, zijn grote betonblokken geplaatst. Deze betonblokken zijn aan de perronkap verbonden met een stalen buisconstructie. Deze tijdelijke maatregel voorkomt ook dat het treinverkeer stilgelegd moet worden voor constructieve veiligheid. In Groesbeek ligt de grootste Canadese oorlogsbegraafplaats van Nederland. Op deze begraafplaats liggen 2618 soldaten begraven, de meeste afkomstig uit Canada. Ook staat er op de begraafplaats een monument voor ruim 1000 vermiste soldaten. Stichting Faces to Graves geeft deze soldaten letterlijk en figuurlijk een gezicht. Stichting Faces to Graves wil ervoor zorgen dat de soldaten die hier begraven liggen niet vergeten worden. Daarom schrijft een researchteam van 30 vrijwilligers de levensverhalen van deze soldaten op. De feiten worden uit documenten van de Commonwealth War Graves Commission gehaald. Deze Canadese organisatie is eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Daar halen we alle feiten uit, maar de extra informatie is wanneer dus inderdaad een gezicht, een extra foto, een document toe kunt voegen. Dan heb je een verhaal wat meer impact heeft. Zoeken, echt researchwerk doen en daar een heel mooi levensverhaal van maken. Zodat het echt, ja, als je hier bent, dan zie je allemaal graven. Maar dat je echt het idee krijgt, ik sta bij bijna een familielid. Op de website van de stichting staan inmiddels al zo'n 1000 verhalen. Deze verhalen en foto's vormen samen een digitaal monument. Veel informatie verkrijgen de vrijwilligers ook via familieleden van de soldaten. Dit leidt vaak tot een speciale band. De vriendschap die ontstaan is na alle ellende. Zij waren hun jongens verloren. Nog steeds zien wij dat Nederlandse gezinnen met Canadese vriendschap hebben. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Zo'n speciale connectie heeft Saskia met de familie van de Canadese soldaat Matteson. Haar opa en oma adopteerden zijn graf na de oorlog.
Al haar hele leven komt Saskia meerdere keren per jaar bij het graf van de soldaat. Ja, voor mij voelt dat als familie, want het was gewoon altijd meerdere keren in een jaar. En zeker rond 4, 5 mei gingen we gewoon naar Ivan Fowler Mattesson. Zijn volledige naam ontdekte Saskia pas in 2015. Dat was ook de eerste keer dat ze een foto van de soldaat zag. En ja, dat kwam echt heel erg binnen. Dan heb je echt het idee of je een verloren familielid vindt. Door alle verhalen op te schrijven wil de stichting dat mensen bewust blijven van wat vrijheid betekent en welke opofferingen hiervoor gegeven zijn. Ik ben opgegroeid in vrijheid en dat is iets wat heel belangrijk is. En die waardering willen wij uitspreken in onze levensverhalen. In de meivakantie even lekker spelen op de boerderij. Dat kan deze week bij boerderij De Eikenhorst in Wiegen. Tot en met vrijdag zijn er dagelijks 10 spellen uitgezet met een knipoog naar boerenleven. Kinderen ontvangen een stempelkaart en krijgen een lekker ijsje als ze alle spelletjes af zijn gegaan. Gesjouw met kazen, spijkerpoepen, een koe melken en met eieren lopen. Op boerderij De Eikenhorst kunnen kinderen zich helemaal uitleven deze vakantie. Door de buitenspelletjes motiveert De Eikenhorst kinderen in beweging te komen. Voor de kinderen is het natuurlijk heel leuk. Het is vakantie zo. En het is, we hebben hier natuurlijk een boerenbedrijf zitten. Met het theehuis en een horecabedrijf. Dit is natuurlijk gewoon een mooie afwisseling ook. En het is een mooie aanvulling, denk ik, voor het bedrijf hier. De boerderijspelletjes voor kinderen worden dit jaar voor het eerst georganiseerd door de boerderij. Wel hebben ze al vaker de Boeren Spelen en Zeskamp georganiseerd. We zijn hier op het Zeskampveld. Als mensen daarvoor reserveren, dan kunnen we dat organiseren. Er zijn veel verschillende spellen waar de kinderen dagelijks aan kunnen deelnemen. Bij latlopen moeten de kinderen samenwerken om een parcours af te leggen met z'n tweeën. Nou, dat is voor heel veel nog wel een uitdaging. Een andere activiteit is spijkerpoepen. Dus dan krijg je een band om met een spijker. Dan moet je ze in de flesjes poepen. De kinderen kunnen een koe melken. Ze hebben een emmer onder de koe en dan in de uiers knijpen. En dan zoveel mogelijk de koe leeg melken. Ook ander zuivel komt aan bod. De stapel kazen die klaar ligt op het terrein moet naar de overkant. Hierbij mogen kinderen zoveel mogelijk kazen op elkaar stapelen en hiermee een parcoursje afleggen. Een kip bewaakt haar eieren die je uit het nest moet zien te halen. Nou, met eieren kan je bijvoorbeeld boterkaas en eieren. We hebben verschillende kleuren eieren. Kunnen wedstrijdjes doen. Samenwerken om zoveel mogelijk eieren naar de overkant te krijgen. Verder zijn er klassiekers zoals kersenpit spugen, hoefijzer gooien en zaklopen te beleven. Ja, heel veel verschillende spellen. Er waren duidelijke favorieten onder de boerderijspelletjes. Aan die broeken hangen wel. Dat ik het beste was. Ik vond het koeienmelk heel leuk. Kersenpit spugen vind ik altijd wel grappig. Als mensen altijd een beetje verbaasd kersenpit spugen, maar dat vind ik wel grappig. Ik vond het planklopen wel leuk. Ja, dat is gewoon teamwork. Gewoon wel leuk met gezellig ook. De rest van de week kunnen kinderen de boerderij nog bezoeken om deel te nemen aan de spelletjes. Boerderij De Eikenhorst hoopt op een grote opkomst. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er nog meer kinderen hier gewoon komen en ook de spelletjes komen doen. Dat is natuurlijk voor hun leuk, voor ons ook leuk. Omdat zo, ja, als het zo georganiseerd wordt, dat het een beetje animo is. Hij komt er dan toch echt aan, die ene zomerse dag die op de planning stond. Morgen wordt een zonovergoten woensdag, waarbij het kwik oploopt tot zo'n 27 graden in de regio. Tegen de avond kan het door de hoge luchtvochtigheid ook vrij benauwd aanvoelen. Toch blijft het droog en daar moeten we ook maar even van genieten. Want de dagen erna blijkt het wel hoe veranderlijk het Nederlandse weer is. De donderdag begint vrij aangenaam met veel ruimte voor de zon, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking geleidelijk toe. In de middag komt het overal tot fikse buien, waarbij ook hagel en onweer mogelijk is. De temperatuur valt met 24 graden iets minder hoog uit dan op woensdag, maar blijft warm voor de tijd van het jaar. Vrijdag keldert het kwik wel naar zo'n 15 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 30 april. Kijk voor al ons nieuws op rn7.nl. Daar is ook deze uitzending nog eens terug te kijken. Net als de website is ook onze app vernieuwd. Had je de app al? Zorg dan even dat je hem update. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.